Ik ben Hugo Batenburg en samen met mevrouw Anita spelen we onder de naam Batenburg van de Merwe. We zijn liefhebber van de zware vond en de focus is ook gericht voor ons op de zware vond. En, we zijn in het bezit van een hele mooie Barcelona collectie. Een mooie collectie Barcelona duiven waar we ook allebei heel trots op zijn. Dit is de nieuwe laureaat. De internationale Barcelona-winnaar 2013. Zware vlucht was het. Rond de 900 meter maakte die. Sterke duif. En ondertussen is het een van mijn topkwekers moment. Southfield Hugo van mijn friend Mark Gilbert. Het is een kleinzoon van de nieuwe laureaat. Eerste nationaal Barcelona en eerste nationaal Perpignan in Engeland. Bij Mark. Dit is Miss Nieuwe Laureaat. De eerste nationaal Aachen 2018. Het is een kleindochter van Nieuwe Laureaat, vandaar de naam Miss Nieuwe Laureaat. Ze heeft het gewonnen bij een vriend van mij in Ad Fortuin. Mooi klein slim duifje. Dit is de Jan. En Jan won de eerste nationaal Aachen 2017. Noemd naar mijn grote vriend Jan Hooymans. Want hij is ook ontstaan uit een samenkweek met Jan. En op dezelfde vlucht had zijn zusje de vijfde nationaal. Dit is Invictus, de eerste Europese asduif, de internationale vluchten, met drie hele vroege prijzen, Pau, Sint-Vincent, Perpignan. En hij is ook al vader van de zesde internationaal Aachen van afgelopen jaar. Dit is Blue Ace, de nationale asduif zware vond. Wie heeft ze beter? The best of the best. En ze hebben het gewonnen met twee prijzen, de negende nationaal Pau en de tweede nationaal op Sint-Vincent. Dit is de Sumerian Fighter, de internationale Barcelona winnaar 2017. Het was de zwaarste en hardste Barcelona ooit. Deze winnaar maakte 800 meter per minuut. Dus ja, dat is echt een hele, hele zware vlucht was dit. IJzersterke. Dit is Lloyd. De winnaar van Barcelona 2018. Van Team de Jager. Dit is onze laatste aanwinst. Het is een lekkere vringer. Duift met veel temperament. Ik zie hem graag. Er zit ook wat van de Nabele bloed in. Zijn vader is van Etienne Merlin. En ik ben heel blij met hem en ik zie er wel wat in. Het
the special one, de internationale winnaar van Barcelona 2015. De naam Special One hebben we hem gegeven omdat hij als enige duif 's avonds thuis was op de dag van lossing. Dat is heel speciaal. Het was ook een heel warm weer die dag. En hij was 's avonds, ik dacht van rond 9:10, was hij thuis. En toen kwam diezelfde dag geen duif meer bij. Dus heel bijzonder, heel speciaal. En het is een eerste jong wat ik van hem op het vlieghok zette, een duivinnetje. Die vloog als jaarling gelijk al de tweede internationaal naar Bonnen. Dus dat was voor mij wel een bevestiging van, ja, hij heeft het wel. En dit jaar was Perpignan was heel zwaar. En onze eerste van Perpignan en Jelle Jellema zijn eerste van Perpignan kwam ook rechtstreeks uit Special One. Belangrijke kweekduif aan het worden hier op het hok, samen met het nieuwe laureaat.